hey jongens, er is nog meer dan alleen maar je leven op de universiteit. Om 12 uur mag je gewoon naar bed, weet je? En morgen is weer een dag. Sinds deze week is de bibliotheek van de UvA tot 1 uur 's nachts open. Het gaat om een pilot, om te onderzoeken of een 24-uurs opening wel wenselijk is. Ik ben nog aan mijn scriptie aan het werk. Ik heb morgen een deadline, dus vandaar. Je bent hier dan toch en dan zit je hier en denk je, ik ben al hierheen gekomen, dus dan thuis ga je toch snel andere dingen doen ofzo. Goeie omstandigheden tijdens het afschrijven van mijn scriptie, dus dat is top. Deze verlaten openingstijden is op initiatief van de Centrale Studentenraad. Het is een idee dat vorig jaar is gestart door Alex, die zat in de studentenraad van vorig jaar. En die is geïnspireerd door eigenlijk universiteiten in Engeland en Amerika, waar het een stuk normaler is om bibliotheken veel langer en soms wel 24/7 open te hebben. Deze maatregel stuit ook op onbegrip. Zeker nu studenten steeds meer te kampen hebben met hoge competitiedrang, vermoeidheidsklachten en stress. Als je een 24-uurs bibliotheek doet, wat je eigenlijk doet als universiteit, zeg je goed zo, ga maar door, door, door en door. In plaats van dat de universiteit zegt, wij geven ook om jullie welzijn. We gaan nu even zeggen, even slapen en morgen weer door. De UvA erkent zich niet in deze zorgen. Ik denk dat we als bibliotheek een rol spelen, een verantwoordelijkheid hebben. En daar goed over moeten nadenken. En daarom doen we dit in stappen. Het kan ook zijn dat we zeggen, nou, het werkt niet. We gaan terug naar de oude tijden. Dat kan.